Het Chinees nieuwjaar, 25 januari, zal dit jaar uitbundiger worden gevierd. Dit heeft minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme vandaag op een persconferentie gezegd. Volgens de bewindsman zullen er op verschillende locaties activiteiten worden georganiseerd. Het hoogtepunt is een vuurwerkshow op de Weidenbosbrug. Er zal een grote vuurwerkshow komen. We willen een vuurwerkshow organiseren over de Weidenbosbrug. We hebben samen gezeten met de politie, brandweer, DNV en in feite alle ondernemers die langs de rivier een venue hebben, een onderneming hebben, omdat we willen dat het een win-win wordt voor een ieder. De vuurwerkshow is een unicum, want dat wordt gedaan op onze brug en dat is een landmark voor Suriname. Er is gekeken naar alle veiligheidsaspecten met de brandweer, met DNV. En we willen het zo goed mogelijk aankleden. Er zullen wel een aantal dingen zijn voor de voorbereiding. We hebben een samenwerking met professionals die de vuurwerk zullen afsteken. Dat is Enigma Pyrotechnics. Die is in feite gedoneerd door een ondernemer. We gaan voor de opzet van de vuurwerkshow, zal de brug enkele uren worden afgesloten. Maar de brug zal niet geheel worden afgesloten. We houden rekening met het verkeer dat komt en gaat naar Komowijnen. In samenwerking met de politie is gesproken over dat we één baan vrijhouden. De politie zal zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Tsang zegt dat bedrijven zijn gevraagd om gedurende de periode van het Chinees nieuwjaar lagere tarieven te hanteren. Indien iedereen meewerkt aan het plan, is de minister ervan overtuigd dat dit feest een groot succes wordt. En ieder hier is op lijn. Het gaat erom dat we deze beelden kunnen gebruiken om ons land verder te promoten als een toerisme destinatie voor de regio. Er is een braderie. We stellen het open voor een ieder, grote en kleine ondernemers, om mee te doen met de braderie. De opzet is dat we langs op het oud vlaggenplein, in de driehoek daar, dat we daar een braderie gaan houden. We zullen standjes opzetten. Mensen kunnen zich inschrijven om er een stand te plaatsen. De plekken zijn helaas gelimiteerd. Maar ieder mag komen inschrijven en kijken in hoeverre we zoveel mogelijk mensen accommoderen. Aldus minister Stefan Tsang van HINT vandaag op een persconferentie. Hij zegt dat het Chinees nieuwjaar dit jaar groots zal worden gevierd.